Ik ben Madeleine, ik ben de winnares van de vorige talentenshow. En we hebben gevraagd als jullie dit. Helemaal leuk. Dus ik heb er zin in. Hallo, ik ben Suzanne. Ik ben marketing en publiciteitsmedewerker bij Paars van Troje. En ik ga vandaag vooral letten op originaliteit. Hallo, ik ben Steven Oosthoff. Ik doe ook marketing en publiciteit bij Paars van Troje. En ik ben tevens ook zelf muzikant in diverse bits. En nu in Hesselhof. En ik ga gewoon kijken op gevoel en creativiteit. En performance. En ik ben Geert van der IJssel, ik deze door popjournalist, presentator, recensent en organisator ben. En dat klopt, ik werk onder andere voor de Waagden. En ik organiseer veel evenementen in de stad. Onder andere op 5 mei op het Spuitplein voor het eerst in Den Haag het 5 mei festival. Okay, today we would like to sing two jazz songs. First, bossa nova jazz. It's called The Girl from Ipanema. And the second one, we're going to play, and I'm going to sing Fly Me to the Moon. Is really ballad jazz. I hope you enjoy it. But each day when she walks through the sea, she looks straight ahead out at me. A eso bese que cuando la pasa, un mundo sorriño de sente frasa, e fica más linda, poco ya llamó, poco ya llamó, poco ya llamó. Please be true. Never easy to be the first one, and because it's not that easy, you made a few mistakes, but we're not going to mention them. There were a few moments that you sparked, that there was something happening, but there were too little of those moments. Okay, thank you. Stefan, please, that's me. I really like the choice of the numbers. As Gerard told, yeah, the beginning sounded a bit difficult for you guys, but I really liked the second song, and in which your vocals were much stronger and more constant. And but sometimes the parts, individual parts you played, were not in the same line. You know, you were singing a bit in front of the parts the guitar play or the bass play, but maybe it's also we say it in English, being nervous or something like that. But really liked it. Thank you. Okay, thank you. Doorspelen. Het stuk, ja, je wacht toch een beetje op een hoogtepunt die voor mij niet echt heel erg kwam. Maar ja, goed gedaan. Het is gewoon de zenuw, ja, hoe vaker je optreedt, op een gegeven moment dan komt dat wel en dan meer je leven wil omgaan en zo. Maar ondanks dat vind ik dat je het goed opgepakt hebt. I'm so low, I'm so low, I'm so low.
Ik had gezien op jullie website dat jullie een nieuwe DJ zoeken, dus het lijkt me ook geschikt dat jullie de eerste reacties geven. Ja, bij het paard horen natuurlijk en zien we heel veel DJ's natuurlijk en van allerlei lagen. En ook ja, in mijn vriendengroep zijn er heel veel mensen die ook gewoon dancemuziek maken. Dus ik probeer een beetje een vergelijking te zoeken. Ik vind dat je het zeker wel goed doet. Maar ik moet toch eerlijk zeggen van, ja, oefen nog even. We hebben in het paard hebben een avond heet de Rookies Room bij de naschoolse opvang. Ik denk dat je daar zeker wel een goede plek zou kunnen vinden. Daar kan je gewoon even, ja, gewoon meer proberen te spelen. En natuurlijk binnen 4 minuten het beste van jezelf geven binnen een dance track. Dat is heel erg lastig. Je probeert gewoon al je trucjes tevoorschijn te toveren. En er zaten gewoon goede stukken bij die echt knalden. En dat, ja, dat duurde bijna een minuut voordat het echt los kwam. En dat vond ik zeker wel goed. En ja, ik zeg, ik vind het goed, maar ik vind het helaas niet geweldig. Sorry. Nou, ik ben Farbot. Dit is mijn allereerste stand-up ooit. En ik kan jullie vertellen dat mijn witte boxer niet meer zo wit is. Ja, mijn allereerste keer is altijd een ramp. Zo ook met meisjes. Ik was 1 jaar of 11. En ja, dan doen de hormonen hun intrede in je lichaam. En ja, ik stond dus in een overvolle bus. Zo een beetje naar buiten te staren, een beetje naar buiten te luren. Maar opeens komt zo'n bloedmooi meisje pal voor me staan. Nou, normaal gesproken zou het mij niet eens opvallen. Maar die dag deden mijn hormonen een beetje vreemd gedragen. Dus eindstand, ik stond de hele 20 minuten rit zo naar te kijken. Zonder te knipperen. Nou ja, ik snap ook niet waarom meisjes altijd zeggen, wees jezelf. Wees jezelf, wat betekent dat nou? Volgens mij wil je dat niet. Tenzij je een drukkende jongen voor je wil. Je nummer. Nu. Ja, je nummer. Maar ja, op een gegeven moment word je wat ouder. Je leert jezelf kennen. Je krijgt een beetje controle over jezelf. Je leert jezelf presenteren. En dan kom je in een fase dat je die standaard sexy blik op je gezicht krijgt. Op alle foto's. Net als Gerard Joling een beetje. En voor de mensen die me niet goed kunnen zien. Ik tuit mijn net gelikte lippen. En doe alsof ik in de zon kijk. En een vriend van me, die is nog steeds in die fase. En ik kan gewoon hem niet betrappen op een lelijke foto. Dus ik probeerde dat. Dus ik kom zo naar hem toe. Hij draait, kom. Ja. Dus ik kijk die foto terug. Staat hij nog steeds zo. Met een vijs op zo. Maar nog steeds als Gerard Joling. Ja, en ja, ik woon een tijdje alleen. Op mezelf. In een flat met hele dunne muren. En boven mij wonen 2 65-plussers die altijd, maar dan ook altijd, opgewekt en vrolijk waren. En op een gegeven moment viel me dat op en ik vroeg me af, hoe komt dat? Zelfs ik ben niet zo opgewekt en vrolijk altijd. Nou, daar kreeg ik mijn antwoord snel op. Het was 5 mei 's avonds en ik zat gewoon rustig een boekje te lezen, totdat ik dit hoorde. Wie's je vader? Wie's je vader? Vanaf die dag had 5 mei, bevrijdingsdag, een andere betekenis voor mij. Maar ja, ik vond dat heel mooi. Ik vind dat gewoon heel bijzonder. Ik bedoel, op zo'n leeftijd en nog zo'n libido. Ja, dat wil ik ook. Poep en pies. Poep en pies doen het natuurlijk altijd goed. Ik moest echt al een paar grappen erg goed lachen. Besef je wel dat als je stand-up comedy doet, dat is meer dan een verhaal vertellen. Je moet echt performen. Je was weer de hele tijd in de wereld lopen. Dat had geen functie, dus dat deed je denk ik gewoon omdat je dat deed. En je deed dit de hele tijd met de microfoon. Ja. Waardoor soms stukken een beetje wegvielen. Nou maakt dat hier niet uit, want we je toch wel horen. Ook zonder microfoon. Maar bij performance besef je dat de manier waarop je staat, de manier waarop je publiek aankijkt, de pauzes die je af en toe laat vallen. Zo van, waar gaat hij nou naartoe? Wat gaat er gebeuren? Ik hou van je.
dan komt hij nog harder aan. Dus zorg dat je timing goed is, zorg dat je met je hele lijf performt. Maar ik denk dat we aan jou wel een stand-up comedian hebben waar we nog mee van gaan horen. Het tweede stukje dat je deed was heel slim, dus je kan gewoon ontzettend goed piano spelen. Dus dat was stoer om eventjes te zien. Hop, de vrijheid, MTV High. Ik kom hard aan als de keizer Bornslein. En ik hou graag clean, doe geen water bij de wijn. Nee, hiphop is de shit, ik hou het aan de lijn. We brengen dit uit, het zonder dat zelf te zijn. Als een viva piñata, space ik in de wijn. Op die dope shit, ben er als de kippen bij. Het is een V tot de A tot de T-I-S. Samen met Mano, hou het vers. Vers. Jawel, we houden het straat. Waar is wie zo vonk? Dat is zo. Het gaat rode bank, rode toren. Naast zo'n nee. Spoor. Ben je gestopt? Ik ga gewoon door. Ik wil gaan. Lekker chillen met mijn handjes. Zurk in de lift. Zo, fuck it up. Ik wil een machine go. Waar is music? Dit is een begin, yo. Ja, wat kan ik zeggen? Ik vond het echt hartstikke leuk. Even denken hoor. Ik vond als enige minpuntje vond ik dat het in het begin moeilijk verstaanbaar was. En dan heb ik het over jouw rap in het midden. Voor de rest, ik vind jullie interactie echt geweldig. Dat, en jullie performance, dat heb ik eigenlijk nog niet gezien bij alle acts. Gewoon jullie staan er om ons te overtuigen. En dat is ook precies wat de bedoeling was, zeg maar. Ik denk als jullie echt op landelijk niveau wil gaan, dan... Ik denk dat dat gewoon zou kunnen en jij zou je kunnen profileren als een soort van Lauryn Hill. Als je misschien nog iets meer in je zang zou stoppen, maar ja, ik heb natuurlijk maar één nummer gehoord, dan ja, dit zou best wel eens wat kunnen worden. Ik vond het echt hartstikke leuk. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all that I can. You see, I've begged, stole, and I've borrowed. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Bye.
like Sunday morning. Allereerst complimenten voor je pianospel. En ook complimenten voor de klank van je stem. Je hebt een hele mooie, warme stem. Je hebt een paar slippertjes gemaakt, zeker. Je bent ook geen geweldige zanger. Je bent wel een hele goede pianist en dat heeft een hele hoop kunnen compenseren. Je hebt je eigen draai gegeven aan het nummer, dat vond ik heel erg goed. En je hebt echt een hele mooie klank in je stem. Dus misschien kun je zangles nemen, of ik weet niet of je al zangles hebt op dit moment. Nee, ga zangles nemen, dan zou je, ja, misschien kan je je stem daarmee ontwikkelen. Held you down, be in pieces on. Het is duidelijk dat je geïnspireerd wordt door Ilse de Lange, want dat hoor ik ook heel erg terug in je klank, in de sound die je hebt en ook in je presentatie. Wat ik wel belangrijk vind is, probeer je eigen stijl wel te vinden, probeer niet te veel op te lijken, want dan, als mensen dan naar je luisteren, dan denken ze altijd, oh, Ilse de Lange. Maar het is natuurlijk leuker als ze aan jou denken in plaats van Ilse de Lange. En wat ik verder nog merk is, ja, mooi geluid, alleen de bepaalde tonen hou je dan net niet. En dat kan misschien door de zenuwen komen. Maar, nou, of misschien dat je er gewoon op je moet oefenen. Ik weet niet of je al zangles hebt, maar positief zou het wel heel erg veel iets kunnen brengen voor je nog. Qua nummer mis ik een beetje een soort, het is heel erg één lijn. Ik probeer echt te luisteren waar zitten de coupletten en de refreinen. Waardoor de spanningsboog op een gegeven moment gewoon eigenlijk een beetje weg was. En dat is heel erg jammer. Want als je heel veel meer dynamiek of meer rust in bepaalde stukjes doet, dan hou je de aandacht er meer bij. En nou, ik vond voor de rest het prima gedaan. Hello, don't you know I'm gonna make it through. I got a touchscreen organizer and a microphone in my shoe. Well, there's nothing for me to fear, 'cause I got a phone hanging up in my ear. And there's nothing for me to doubt, 'cause I found out what it's all about. What it's all about. Yeah, so on as it goes, I'm gonna make my moves. I got a chimney built up my car that I never use. I got a plane with golden seats in it. Well, ain't that great for me? With nothing to doubt, 'cause I found out what it's all about. What it's all about. What it's all about. I'm gonna go with the flow, don't you know? I'll be true. I got GPS and every three. I got a microwave in my shoe. I'm gonna try to make a stand with a $1 million ring on my hand. But there's nothing and no more to fear for, no more for me. Goeie stem, leuk nummer. Heel erg goed interactie met het publiek. En ja, ik vond het echt heel leuk. Ja, je stijl, je hebt een goede stem, goed nummer. Ik vond het gewoon goed plaatje. Ja, jouw niveau overstijgt van zo'n talentenwedstrijd. Fantastisch. Yes. Hey, jij schrijft onder andere in de spits. Jij geeft andere schrijvers, of ja, ontdekt andere schrijvers en geeft hen een kans. Waarop beoordeel jij andere schrijvers? Misschien ook leuk voor de jury. Onbegrijpelijk eigenlijk. Ik vind dat poëzie is vooral heel oudbollig. Het wordt heel oudbollig gevonden. En daar wil ik vanaf. Ik wil laten zien dat het ook fris, leuk en vermakelijk en vooral entertainment kan zijn. Dus als het begrijpelijk is, dan haalt het meestal een kant. Als het ook ja, uniek is, leuk is. Oké, vier dingen dus die jij in 4 minuten gaat proppen. Ik probeer het. Oké, succes. Kinderspel. Ik werd eerder volwassen dan de meeste gasten. Spoot eerder sperma dan ik bedplasten. Ik maakte al vroeg vieze handjes, likte natte poesen, maar poetste nooit mijn melktandjes. Mijn eerste gebitje is dan ook snel gesneuveld, zoals de haartjes op Venus haar heuvel. Ik was er vroeg bij, met in mijn broek niet meer dan een keutel. Had nog niet eens mijn eigen huissleutel.
maar wel mijn eigen hoogslaper met een geheime sekskamer eronder. Dat vonden de meisjes bijzonder. Geen wonder, de rest had alleen spelletjes met dobbelstenen. Bij mij kon je tenminste klittikkertje spelen. Op Jeu de Boel, het spel met de ballen. Zou het in het mondje passen? Verstoppertje van lichaamsdelen? Door ze in elkaar te steken was favoriet en werd bekend. Het was toen een schande, maar vandaag de dag een trend. Die nog jaren zal blijven bestaan. Beter vroeg geleerd dan oud gedaan. De volgende is van een vriendin die in haar jeugd nogal problemen heeft gehad, maar daar niet zo goed over durft te praten. Weekdiertje. Kruip maar uit je schelpje, o zo teer. Doe maar, kruip maar uit je schelpje, de buitenkant beschermt niet meer. Zoals een oester waakt over haar parel, onder de schemering van de maan, waakt jouw glimlach die ik koester over een zeezoute traan. Mocht je s'avonds dobberen, naakt op de zilveren glans van de zee, laat de sterren je dan beschermen, als een gouden wikkel om je heen. Versleten liefde, dat is de volgende, die gaat over mijn oude spijkerbroek. Versleten liefde. Gedanst naar jouw pijpen, zwakke punten ontrafeld, afgetakeld in goede en slechte tijden. Lief en leed gelekt, gemorst, te vaak bevlekt om nog naar te smachten. Hard als ik ben, kan ik jou niet meer verzachten. Wellicht gebruik ik je nog om in te schilderen of voor andere fratsen. Want uiteindelijk blijken we gewoonweg niet naast net. Sorry. Want uiteindelijk blijken we gewoonweg niet naadloos bij elkaar te passen. Mijn droom. Uit mijn dromen voorgoed verdwenen, in nachtmerries niet tegengekomen, laten zich niet lenen. Ik denk en droom alleen nog over anderen. Jij moet alleen nog uit mijn slaap wandelen. De allerlaatste. Smelt voor mij. Smelt vannacht die kristallen om tot dromen waarin jij en ik tot karamel zweten. Dan stol ik vannacht voor jou om zoet te eten. Smelt, suikerklontje. Dankjewel. Ja, qua begin wist ik niet zo goed wat ik ervan moest vinden. Ik vond het aan de ene kant, het was vermakelijk en ook heel erg gemakkelijk. Maar je kwam heel erg sterk terug, want ik vond het de drie middelste stukjes die je voor dat boeg heel goed en mooi geschreven. En ook goed om naar te luisteren. En het laatste was grappig, maar vooral die middenstukken die doen mij het meeste. En daar geef ik een compliment ook van. Ja, ik zal ook daar niet te veel in op de eerste paar, daar moet je denk ik net van houden. Ik vond de laatste, de eerste die je zei over dat vriendin van je, dat ging een beetje snel. Ja, dat heb je natuurlijk als je zo weinig tijd hebt. Dus maar de laatste vond ik zeker heel erg mooi en ik ben benieuwd naar meer werk van je. Fine God, you wake me, baby. You have a really beautiful voice, a really powerful voice. You're a very good piano player, so both of you did a very good job. I like the choice of the song, although I do not necessarily think that it's a good choice for the audience to play an Indonesian song, but I really liked it, I really enjoyed it. The only thing about your voice is that your accent and like the way you sing a little through your nose, sometimes it's a bit too much. I don't know how to say it, but yeah, it's a bit too nasal sometimes, but at other times it's really wonderful. What I missed in many performances this afternoon was, and I'm not sure how to say that in English, the dynamics, you know, building it up, going down, up, and you both did that very good. I'm surprised that you say that you had problems with mixing the two styles together, because it seems so natural the way you sing and you play together, so I wouldn't worry about that too much. The only wrong thing about was the high notes that you missed sometimes, but how about that? Thank you.
eventjes van kritiek. Van ten eerste vond ik jouw stem lekker fris, modern, stemgeluid, daar hou ik wel van. Drumster, jij bent echt stoer en goed en strak. En de band, ja, jullie spelen gewoon goed bij elkaar. Maar ik moet toegeven dat ik dit nummer niet zo heel erg sterk vond. Ik vond het een beetje, ja, een beetje sowieso. Maar ja, samen bij elkaar zijn jullie gewoon een heel leuk plaatje. En zo mag ik het graag zien. Gewoon stoere wijven die rocken. De jury was er eigenlijk heel snel uit. We moesten kiezen tussen theater en literatuur. Dat was moeilijk. Uiteindelijk is het muziek geworden en nog wat anders. Ik vertel even wie er in de top 3 staan en dan maak ik daar dus bekend wie de derde plaats heeft gewonnen en wie dus de nummer 1 is geworden. We hebben gekozen voor... Nee, dus nog niet. Wil je gelijk de prijs uitdelen of zo? Nee, daar hadden we iemand voor, toch? Waar is het prijzenmeisje? Ja, het prijzenmeisje. Daar staan de prijzenmeisjes. Dus voor mij is dat helemaal geregeld. Oh, dus de prijzenmeisje moet hier komen. Het ging net helemaal goed, helemaal soepel, helemaal smooth. Dan kom jij tussendoor. Dames en heren, in de top 3 zijn geëindigd in willekeurige volgorde. Karel Appelbaum. Ron Benedict. En Farbod Morgenam, oftewel Frappant. Maar wie staat op nummer 1? Nou, dat verklap ik nog niet, maar ik kan wel zeggen dat als derde is geëindigd de zeer talentvolle stand-up comedian Frappant. Dankjewel. Wij vonden de meest talentvolle artiest van vandaag Ron Benedict. Congratulations. En ook voor jou een kleurenkopie, denk ik. Oh, een hele grote. Weet je wel, we hadden geen kleurenkopie op dat formaat. Oké. Okay. We hebben wat gezien. Ja, wow. En natuurlijk laatste glimlach van de maat in het paard. Dus de laatste glimlach van de sta jij in het paard. En een interview bij Gerard in de studio. Inderdaad, in studio. Sweet. Ja, misschien. Voor de mensen die het niet hoorden, Ron staat dus de laatste donderdag van de maand in het Paard van Troje. En nou, we gaan heel snel een afspraak maken voor een interview op Radio Den Haag. En dan gaan we zijn muziek uitzenden. En dus als tweede geëindigd, en ook hij krijgt een... hij krijgt zelfs meer. Karel Appelbaum. And this is for real.